In deze video gaan we opnieuw aan de slag met actiequeries en meer bepaald de verwijderqueries. Het zal soms nodig zijn in je databank, als je die gegevens wil onderhouden, om gegevens uit die databank te verwijderen. Bepaalde records die niet meer van toepassing zijn, die verouderd zijn, die wil je verwijderen. En uiteraard kan je in de tabel gaan en dan kan je die klant, die records één per één manueel gaan aanduiden en die gaan verwijderen door op de delete-knop te klikken. Op zich is dat geen enkel probleem. Maar het is vooral ambivalent als je heel veel records hebt en je moet er heel veel tegelijkertijd uitvoeren. Bijvoorbeeld in dit geval: stel dat een leverancier hier niet meer bij ons zal leveren. We hebben, als je herinnert, een aantal leveranciers en die leveranciers die leveren producten. Bijvoorbeeld stel je voor dat Alpitrek en V, dat die producten niet meer geleverd worden. Dat wil dus zeggen dat we die producten niet meer op voorraad kunnen hebben, niet meer kunnen bestellen en deze records dus eigenlijk uit onze tabel kunnen verwijderd worden. Laten we hiervoor een verwijderquery aanmaken. Want die allemaal manueel gaan opzoeken welke van Alpitrac en zijn aan verwijderen. Dat kost ons allemaal toch een beetje te veel moeite. Dus we gaan alvast beginnen met een query aan te maken. We willen dus uiteraard een query aanmaken waarbij we dus de producten van een bepaalde leverancier kunnen gaan verwijderen. We hebben hier twee producten nodig, namelijk de producten van de leverancier eh, van Alpitrek NV. Nu, Hoe ga ik alles verwijderen van een, van een tabel? Hoe ga ik alle velden van een record verwijderen? Dat is hier door het veldje met het sterretje te toevoegen. We hebben momenteel enkel veld per veld toegevoegd. Wil je alle velden in één keer toevoegen aan je query, dan moet je hier het sterretje voor gaan gebruiken. We willen uiteraard enkel die producten van leverancier Alpitrek NV. Daarom ga ik ook die naam toevoegen en ga ik als, uh, als uh, criteria Alpitrek NV gaan ingeven, zodat als ik dit nu uitvoer, die selectie query, dat ik dus alle producten heb van die Alpitrek NV. Nu wij wensen die records te gaan verwijderen. Dat doen we. Door opnieuw onze type query te veranderen, in dit geval naar een verwijderquery. We willen namelijk die gegevens gaan verwijderen. En dus hier zie je dat in ons ontwerpvergave er een lijntje verwijderen komt. Hierbij kunnen we kiezen tussen van en waar. We willen alle records verwijderen van tabelproducten, waarvoor geldt dat die naam van die leverancier alpitrek NV is. Zelfde principe, als ik nu op uitvoeren klik, mijn type is veranderd naar een verwijderquery, dan krijg ik de melding dat hij die aantal rijen waarvoor die criteria geldt uit mijn tabel producten gaat verwijderen. Dat zijn 24 records. En opnieuw geeft hij de melding dat hij die opdracht niet ongedaan kan maken met die ctrl-z of die instructie ongedaan maken. Dat gaat niet meer. Dus in dat ze verwijderd zijn, zijn ze definitief verwijderd. Ben je zeker dat je weet dat je door wil gaan. Klik ik nu op ja, dan gaan die records verwijderd worden. We gaan even controleren. Als ik nu mijn tabel producten open. En we gaan even aflopend sorteren op leverancier, Dan zie je dat al de records van Alpitrack en V al die producten nu uit onze tabel producten verwijderd zijn. Ik kan dat dus niet meer ongedaan maken. Stel dat ik deze query opnieuw wil uitvoeren, dus opnieuw via het uitroepingstekentje, ja, dan zijn er geen records meer, want ze zijn allemaal verwijderd. Dus nu zegt hij dat hij 0 records gaat verwijderen, dat er niks zal veranderd worden. Dus ik klik nu op ja klikken, dat is geen enkel probleem. Op het moment dat we dat opslaan, dan gaan we hier weer een verwijderquery gaan noemen: verwijderquery alle producten van Alpitrack. Merk ook op de icoontjes hier die worden aangepast of die veranderen naar gelang je een tabel maken, toevoegen, verwijderen of een bijwerkquery hebt. Ga je hier andere icoontjes zien staan zodanig dat je weet wat voor type query het is dat je in je databank opgeslagen hebt.